Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PCS, Prodex en OMS. Voor het laatste onderdeel deze week hebben we Theo de Boom bij ons, trainer van RVVH. Theo, welkom. Afgelopen zaterdag natuurlijk, na een verschrikkelijk goede seizoenstart, de eerste nederlaag. Hoe is dat het weekend over getild? Ja, dat is altijd vervelend natuurlijk. Kijk, we hebben inderdaad, net als je zegt, een hele goede voorbereiding gedraaid. En dan 2 wedstrijden, 6 punten. Met 10 goals voor en 4 tegen. Ja, dan ga je naar Scheveningen, dat is een topper. En dan krijg je een tegenstander tegen je die zij aangepast heeft aan ons. Dat is op zich ook wel een compliment. Ja, we zaten niet lekker in de wedstrijd. We konden niet de vrijheid combineren. En het was echt een 0-0 wedstrijd. Of een 1-1 wedstrijd, net wel hoe je het moet zeggen. Uiteindelijk heeft de gelukkigste gewonnen. En Scheveningen uit een stilstand... moment, een vrije bal van Sjaak Polak. En we staan niet goed op te letten. 1-0 verlies, helaas. Ja, en als je dan de opstelling een beetje bekijkt, dan denk je van nou, dat is een pot waar menig Jupiler League club van smult. Nou ja, namen zeg maar niet zo gek van hoor. Kijk, het is gewoon op dit niveau. We hebben gewoon een leuke ploeg. Scheveningen, een leuke ploeg. De hoofdklasse B is gewoon een hele leuke competitie. Dat is ook sinds jaren eigenlijk dat de B sterker is dan A. En dus ja, we genieten eigenlijk iedere week wel. Ja, en je was inderdaad goed begonnen. Goede overwinning op Xerxes ook? Ja, dat was Xerxes was vorig jaar natuurlijk tweede. Heel lang meegedaan met GVV voor de titel. Ja, ga je daar aan toe? En dan, ja, hoe kom je zelf uit zijn voorbereiding? Weet je natuurlijk ook niet, hè? En dan win je daar met 1-4. Waarbij zeker de tweede helft hebben we fantastisch gespeeld, ja. En welke doelstellingen heb je dan vooraf gezet tegen je ploeg in overleg met de voorzitter? Waar moet je eindigen? Nou ja, moeten. Kijk, vorig jaar zijn we 7e geëindigd. We willen gewoon eigenlijk bij de eerste 4, eerste 5 komen dat jaar. Gewoon stapje voor stapje omhoog. Maar blijf je heel lang meedoen. Ja, we gaan natuurlijk geen wedstrijden weggooien omdat we niet tweede of misschien wel eerste mogen worden. Maar laat ons lekker bij de eerste 5 komen. Lekker aanvallend voetballen. Ja, we winnen een keer met 6-3 tegen Jansdam. En we zullen ook wel eens een keer met 0-3 op ons bek gaan misschien. Omdat we ja, wat aanvallender spelen als wat andere ploegen. Maar ja, die wil gewoon lekker fris herkenbaar voetbal spelen. Ja, en dus afgelopen zaterdag een incident. Ja, incident. Maar ja, je hebt voor een leuke wedstrijd heb je natuurlijk wel twee ploegen nodig natuurlijk. En als één ploeg niet wil en de andere ploeg ja, wel probeert, maar het niet lukt, ja, dan krijg je wel eens een wat mindere wedstrijd. Hartstikke goed. Nou ja, we zitten hier voor de voetbalscore. Dus je eigen wedstrijd komt erin terug. Ik hoop dat jij hem wil voorspellen, want we hebben trainers die zeggen ik doe het niet. Dus, maar goed, we gaan 12 wedstrijden. Het is van de topklasse tot aan de 4e klas, beide kanten. Alleen topklasse zondag hebben we niemand, dus daar hebben we een andere wedstrijd. Dus er komen er 2 uit je eigen pool. Okay. En ik wil je gewoon vragen even te redeneren waarom je denkt dat een uitslag het wordt. En laten we dan beginnen in de topklasse met gelijk maar even Barendrecht. Ja, we konden hem niet laten liggen naar de straf afgelopen tijd. Dus Noordwijk-Barendrecht, hoe gaan zij die 10 punten inmindering verwerken, denk je? Hoewel ze natuurlijk afgelopen weekend al gewonnen hebben. Ja, maar ze hebben natuurlijk te maken met Noordwijk, die ook zaterdag gewonnen heeft. En een hele frisse ploeg. Ik denk dat het een gelijkspelletje geworden. Ik denk dat Barendrecht toch zoiets hebben. We willen daar een goed resultaat neerzetten. En dan de week daarna weer thuis. En ze moeten toch de boel weer op scherp krijgen. Ook weer wat blessures hebben ze gehad, begreep ik. Dus moest Jack een beetje puzzelen. Maar ik denk dat het een 1-1 wordt. Denk ik wel, ja. Oké, okay, dus een 1-1 noteren we. En denk je dat Barendrecht die 10 punten, als dat in de hand gehandhaafd blijft, denk je dat ze die te boven gaan komen? Nou, ik denk sowieso dat de KNVB die punten in, dat ze daar punten van af gaan halen. 10 punten is natuurlijk bizar. Misschien 6 punten, ik verwacht zoiets eigenlijk. En dan is natuurlijk alles mogelijk. Montfort en AAC, dat zijn natuurlijk niet de 2 beste ploegen. Er zitten nog wel 1 of 2 wat mindere ploegen bij. Dus het is natuurlijk voor de regio te hopen dat Barendrecht gewoon in de topklasse blijft. Ja, precies. Nou, laten we het inderdaad hopen, want het is buiten proporties. Dus ook de opinie van het algemene. Dus laten we hopen dat de KNVB eindelijk eens een keer luistert. Gaan we naar de hoofdklasse. We beginnen met de Excelsior Maassluis Nieuw-Lekkerland. Nieuw-Lekkerland doen we natuurlijk niet voor niks. Nee, ja, daar heb ik ook 2 jaar gewerkt. Het eerste jaar na competitie gehaald, 2e jaar gepromoveerd. Wel vervelend uit elkaar gegaan, maar dat waren wat randzaken, wat eigenlijk niks met voetbal te maken had. Mm-hmm. Meer beleidstechnisch. Ik heb er leuke 2 jaar gehad, dus voor de rest geen probleem. Maar Sluis schat ik wel een stuk hoger in. Maar Sluis is natuurlijk een door de wol geverfde ploeg met heel veel oud-profs. Nieuwe trainer, die zal wel moeten wennen. Een assistent trainer is toch wat anders dan hoofdtrainer. Maar ik denk dat Excelsior Maassluis met 2-0 gaat winnen.
Ja, dat hadden mensen 3 jaar geleden ook niet gedacht. Hè? Want je zegt door de wol geverfd. Maar ik kan me nog herinneren dat het een paar jaar geleden echt zelfs een zakking naar de tweede klasse dreigde. Nou, klopt. In mijn THR-periode, zeg maar. Hè, toen waren zowel Capelle als Excelsior Maassluis geen hoogvliegers in de hoofdklasse. En uiteindelijk heb ik het met THR toen dat jaar net gered. Hè, wat een wonder was. En Excelsior, die daalde toen af naar de eerste klasse. Dus het is inderdaad wel heel erg merkwaardig. Althans, leuk. En dat is een club toch weer boven Jan is gekomen. Ja, het is inderdaad goed om te zien. Dus nee, goed, 2-0 zei je voor Excel. Ja, precies. Dan je eigen ploegje, RVVH tegen LRC. Die gaan wij winnen. Ik had ook niet anders verwacht. Nee, precies. Kijk, we hebben nu 1 keer verloren en je loopt altijd een keer tegen een nederlaag op. We zijn gewoon ontstaand verplicht om hier thuis te winnen. LRC heeft wel een lekker fris ploegje. Ruud Heus die heeft daar wat jonge jongens uit FC Dordrecht ook vandaan gehaald. Dus we spelen misschien wel aanvallender als Scheveningen. Dus ik verwacht wel een aanvallende wedstrijd en een open wedstrijd. Ik verwacht een 3-1 overwinning van ons. Hartstikke goed. Nou ja, we gaan het zien natuurlijk morgen. Want dit wordt op vrijdag uitgezonden. De volgende in de eerste klas is Smitshoek tegen RCL. Ik denk dat Smitshoek gaat winnen. Smitshoek die heeft slecht gestart, heb ik begrepen. Nou, onze oud centrale verdediger Etienne Chuo-Chong loopt daarbij. Ik ben ervan overtuigd dat hij zijn achterhoede wel weer kan herformeren. Dat Smitshoek de achter de 0 kan houden. En dan gaat denk ik dat Smitshoek met 2-0 gaat winnen. Hartstikke goed. Nou, hij staat genoteerd. Dan de volgende, Zuidland SHO. Ja. Ook weer zo'n ex-hoofdklasser, hè? Ja, SO is een team waar ik zelf ook wel eens in gesprek mee ben geweest. Toen was het een hoofdklasser en toen werd Bill Tucker daar trainer, zeg maar. En ik vind het een mooie club geweest. Echt een regio-club natuurlijk, SO. Die eigenlijk veel te laag speelt. Die gewoon weer naar de eerste klasse of zeker hoofdklasse moeten. Rijsdijk is dat trainer, jonge trainer. Ik denk dat hij het wel aan het voetballen gaat krijgen. Met toch een jongen als Geert Bakker en nog wat andere toch ervaren spelers erbij. Ik denk dat... Ja, SO die gaat daar wel een lastige middag krijgen, want Zuidland is terug. Ik denk dat dat een 1-2 wordt. 1-2, ja. Vorig jaar hebben ze inderdaad ook tegen elkaar gespeeld. En toen moest SO nog even wennen aan het niveau. Laten we het daarom ophouden. Inmiddels zijn ze eraan gewend en zijn ze inderdaad prima gestart. Dus het is wel een reus die eigenlijk gewoon in de hoofdklasse thuis wordt. Maar ze moeten eerst nog naar de eerste klas. Dan de volgende. Bolnes Piers Hill. Nou ja, Bolnes kon natuurlijk ook niet ontbreken in het rijtje, omdat het Ridderkerk is. Uiteraard. En ik heb Bolnes op het Ridderkerk-toernooi heb ik gezien. We hebben dan met Slikkerveer en met Rijsoord, wij hebben dan het toernooi gewonnen. Dat zijn we ook aan onze stand wel verplicht. Maar ik heb Bolnes gezien, ook tegen Rijsoord al. Ik zei van ja, dat Bolnes heeft geen verkeerde ploeg dit jaar. Nou, volgens mij hebben ze de volle winst. Hè? 3 wedstrijden, 9 punten. Dus ik denk dat Bolnes met 1-0 gaat winnen. Oké, nou hartstikke goed. Ja, of ze de volle winst hebben, ik neem het even van je aan. Maar... 1-0 hebben we genoteerd in ieder geval. SNS Goudwaardse Boys. Ja, je moet af en toe ook de eilanden pakken natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat je er misschien niet alles vanaf weet, maar... SNS is een bank, toch? Nou, ik denk niet dat ze daar zo heel blij van worden. Nee, stad aan het Haringvliet is het, geloof ik. Oké, ja, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Nee. Daar staat SNS niet voor, hoor, maar daar zitten ze. Oké, nee, we hebben met Michel Moerenhout hebben we natuurlijk een speler die komt van de eilanden. Van de Oude Tongen komt hij. Van DGBC. Ja, onder andere en Strijen natuurlijk. Precies, nou Strijen. Ja, nou ja, dus ik ken de clubs wel een beetje. Nou ja, deze clubs ken ik eigenlijk niet echt heel goed. Gokken is meestal ook wel een aardige, hè? Daar kan je hele hoop punten mee halen. Nou, ik denk een 2-2. Hartstikke goed. Nou ja, je hebt ongeveer 46 punten nodig uit 12 wedstrijden. Want Bert Kamp heeft het helaas niet gered om Marco van Rijn van de eerste plek te stoten. Bert Kamp had 41 punten. En dat is niet voldoende. Marco van Rijn had namelijk 45 in 12 wedstrijden. Want dat hangt er ook vanaf hoeveel wedstrijden er doorgaan. Maar er lagen wel wat kansen deze week. Want als je gaat kijken naar de top 3 van deze week... Dan was dat een stuk hoger, want we hadden zelfs Robin Vollebrecht. Die haalde het bizarre aantal van 75 punten. En die had 11 van de 12 wedstrijden goed voorspeld in de toto, zeg maar. Die had alleen Feyenoord tegen DHC had hij niet goed. Dus daar had hij ook 0 punten voor. En voor de rest had hij overal 5 punten of meer voor. En dan kom je op een totaal van 75. Ruud de Haan en Pascal van Meenen deelden de tweede, derde plek met totaal 63 punten. Dus ja, als er een kans was om bovenaan te komen, dan was Bert Kamp degene die hem had kunnen pakken. Maar ja, had er te weinig. Dus het is hem niet gelukt.
Wij gaan ondertussen gewoon prettig door naar de zondag. En komen daar de wedstrijd Purmerstein Leonidas tegen? Ja, Purmerstein staat onderaan. Dus ik verwacht dat Leonidas gaat winnen. Ik weet niet echt of dat Leonidas heel veel scorend vermogen heeft. Leonidas kennende wel. 0-2. 0-2, hartstikke goed. Dan gaan we naar de volgende. Papendrecht, Neptunus, Schiebroek. Oeh, wel lastige wedstrijd is dit. Het is echt een wedstrijd die tussen twee ploegen die in de subtop staan. Middelkoop met Papendrecht. Neptunus hebben we voor de beker gehad. Ik vond Neptunus een fris ploegje hebben dit jaar. Een goede linksbuiten. Papendrecht een beetje verdedigend. 1-1. 1-1. Oké, hartstikke goed. Dan gaan we naar de tweede klas. En dan komen we de wedstrijd Kortje Teppen tegen PFC tegen. Oké, Cor Lemps. Cor Lemps, heb ik nog mee gevoetbald. Cor Lemps. Bij? Bij Dordrecht, DS79. Grijs verleden. Ja, dat is een tijdje opgeven. Ja. Cor Lemps die wint met 2-1. Kijk aan, nou, daar zal hij blij mee zijn. En als dat gebeurt, dan wordt er maandag een drankje gedronken, denk ik. Nou, ik kan een taart kan die opsturen. Ja, precies. De derde klasse, AGE CKC. Moet hem gok worden. Ik hou het op 3-2. 3-2. CKC had dit weekend een aardige overwinning op WCR 7-2. Oké, nou ja, daarom. Ja, precies. Dus 3-2. Een hele verstandige keuze. En dan de laatste in het rijtje. Coal tegen Besiktas. En dan het Besiktas natuurlijk uit Rotterdam. Hè, dat je niet denkt van, dat is een aardige uitwedstrijd voor die mannen. Dat is een mooie internationale trip. Ja. Ik denk dat Coal als thuisploeg gaat winnen met 4-2. 4-2? Ja. Dat zal een verdubbeld Besiktas zijn doelpuntproductie. Dus daar zullen ze heel blij mee zijn, denk ik. Want ja, goed, de vraag is wat zij in die vierde klasse zoeken hebben. Maar goed, we gaan het zien. 46 punten ga je nodig hebben. Volgende week weten we het, dan zullen we het ook noemen. Of hij 46 punten gaat halen, kunt u het hele weekend bekijken. En maandag kunt u altijd even de uitslagen terugkijken. En volgende week zitten we waarschijnlijk bij Melisand. En hopelijk kijkt u dan weer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door PCS, Prodex en OMS.